goede ochtend, een goede vriend. Een vriend. We hebben het zonnetje in huis. Ja, we die zit achter de camera. Ja, ook dat. Nee, maar we kunnen nog net niet buiten zitten. Het is nog iets te vroeg. Ja, maar... ja denk je? Zullen we niet buiten gaan zitten? Ja, oh nee, dan moeten we de hele rots even oppakken. Ja. Ja, zeg en, hè? Ja. En de week weer goed doorgekomen? Ik heb een rustig weekje achter de rug. Ja, kruisweg klaar, alles geregeld. Klaar. Ja, er moeten nog wat gele balken gespoten worden. Okay, Maar je had wel een leuke uitzending bij je. Ja, complimenten Harry Lucke. Het was een fantastische uitzending. Ik had ook nog nooit zoveel reacties op een uitzending. Dus daar kijken toch veel mensen naar dat Omroep Venlo, hè? Mooi ja, toch? Als die Kok en Dik hadden gehad, Kok. Ja, hadden ze nog meer, maar dat snappen ze niet. Dus, maar ik heb begrepen dat mijn kop nu bij L1 gebruikt wordt voor reclamedoeleinden zelfs. Hey. Ja, Limburger van het jaar, verkiezingen of zoiets. Want hoe zit het eigenlijk met de Venlo naam? Want ja, hoor jij daar wat van? Nee. Heel goed. Moet ik eens een Twan vragen? Ja, die Twan doet dat ook, hè? Twan Hazenbos is de voorzitter van. Hé, hey, heel eventjes. Ja. Nou, heel eventjes. Ja. Ik heb dat patatewielverhaal eens eventjes doorgenomen. Maar dat is toch niet weer... Nee. Die nee. gemeente die snapt die, toch sommige dingen echt het niet. Het schijnt hoor. Dat niemand wat van zo'n gevalletje Vreeën leert. Jij weet ook hoe het zit. Vertel jij, jij zit hier vlakbij. Ja, nou, die jongen die heeft een huurcontract en die heeft te horen gekregen. Je huurcontract wordt opgezegd en er komt een pitch en degene die het beste aanbod doet... Die mag daar een vetbak beginnen. Dat kan toch niet? Die vent zit daar 60 jaar. Ja, patatewiel. Die heeft daar, toen hij nog bij ons in de goal lag, bij het waterpolo, is hij daar begonnen. Onze wiel draait zich om in zijn graf als ja, dat hoort. Met zijn Vanessa's. En dan gewoon zeggen, je mag meedoen met de pitch. Ja, weet je, het is... Dan moeten die gele jeskes opstaan. Nu die gele jeskes, die moeten eraan beginnen. Ja. En zorgen dat de patatewiel nooit verloren gaat. Nee. Dat is en ook, ik zou kunnen zeggen, in dat mooie ja, ding. Dat mooie ding. Ja. Nou, dat mogen ze van mij wel plat gooien, eerlijk ja, gezegd. Ja, wat dan? Komt er zoiets als wat hier op die Nodensplein staat? Ik vind dit wel leuk met zo'n deur en dan kun je daar gaan zitten met je vet. En dat piept en dat kraakt allemaal. Juist. Maar ik vind het belachelijk dat hier iemand weer vanuit de gemeente, wie doet dat? Zeg van jongen, je moet maar gaan meepitchen om je eigen plaats te mogen houden. Ongelooflijk. Dat kun je toch bij niemand doen? Dat kun je toch ook niet tegen een juwelier zeggen? Nee, ga even, je kunt inschrijven. Je kunt inschrijven. Ja, je en anders opzouten, als je al 30 jaar ja, zit, precies. Of 60 jaar. Goed. Nou, wat hebben we nog meer? Nou, ik zie staan de Floriade-terrein. Dat is toch, dat is ook weer zo'n drama daar, hè? Ja, dat hoor ik. Die rotzooi half afbreken. De helft valt vanzelf in, dus. Ja. Ik heb dat podium, hè, wat daar is, hè. Dat is ook weg, hè? De constructeur gesproken, heel toevallig, omdat we met de Doolhof daar ook mee bezig zijn. Ja. Ja, die zegt, hoor, dat ding dat hebben we daar neergezet, dat blijft daar, dat is zo sterk, blijft er 100 jaar staan. Het is klaar, hè? Ja. Want je kunt het zo oppakken en ergens anders neerzetten, bij wijze van spreken. Maar, wat hebben ze nu gedaan? Nou, ze hebben het afgebroken. Heeft Paul Beck daar de regie hier? Ja, Paul Beck, ja. Ja, ik ben de bek niet open. Als je zoiets bouwt, dan ga je toch ook nadenken, wat doe ik ermee als de Floriade voorbij is? En wat jij zegt, als ze even blijven staan, dan zou ik die man bellen en zeggen, meneer... Het is af aan het kalveren. Wat bestaat die onder eeuwen? Het is zo'n mooi terrein en je kunt er zoveel mee. Hè? Ik loop er wel eens, Kok. Het is fantastisch. Hé, dan heb ik nog een beetje een heftig onderwerpje, Dick. Dat dan? Ja, ik wil eigenlijk een crowdfunding doen voor de operatie van Petra. Alweer? Ja, nou ja, alweer. Ja, ze is toch vorig jaar al geholpen? Ze is vorig jaar geholpen, maar dat heeft niet gebaat. Heeft niet gebaat. God, nee, ja. dus nu moet jij vragen, waaraan moet ze geopereerd worden? Oké, Kok, waaraan moet ze geopereerd worden? Nou, ze heeft echt heel veel last en dat kan alleen maar, dat is best een dure operatie, maar het wordt wel veel gedaan, toch wel. Ja. Maar ze heeft last van een gat in de hand. Dus misschien dat we daar wat aan kunnen doen. Ja, dat nog niet. De nationale bijentelling. Ja. Dus als ik er een geteld heb, mag jij hem niet meer tellen. Nee, maar dan moet jij er een rood puntje op zetten. Met een stift moet ik daar dan een puntje op zetten. Dit vind ik zo'n feit, de bijentelling. Ja, of we in Nederland niks anders te doen hebben. Nee, maar kijk, hier op de Maaskade staat zo'n korf of weet zoiets. En dan zouden ze daar dan zo zitten. 1, 2. Ja. Ik vind het prachtig. De nationale bijentelling. Want begin er maar eens aan, hè? Ja. Want als die honing moeten leggen en in zo'n korf, dan zitten er 10.000 in, geloof ik, of zo. Dan ben je even aan het tellen. En ze lijken ook nog allemaal op elkaar. Ze zijn net Chinezen, hè? Godverdomme nog en toe.
Ja, er is toch geen begin aan. Maar goed, daar zijn weer mensen zoet mee, dus laat gaan. Ja, maar we hebben ook een niet onbelangrijke kameroot. Dames en heren, het is echt de moeite waard. We hebben in dit geval een keer een echt paar. Man en vrouw. Man en vrouw. Die samen... De bloemetjes buiten zetten. In het vastelavondkamp. Ja. Heet dat zo? Vastelavondkamp. En die dus nu dan mee wat ze voor de 100ste keer gaan opknappen trouwens. De alweer? Ja. En die willen wij graag kameraad van de week maken. En dat zijn Max en Miep. Doe schats. Schaten. Doe schats. Schaten. Doe schats. Doe schats. Doe schaten. Max dat ze 40 jaar of zo? Ja, zoiets. Die bloemenzaken. Ja. 45 jaar volgens mij. Ik weet het niet precies, maar ik weet dat Max, had ik al eens gehoord, in de wandelgangen hele mooie bloemstukken maakt. Ja. Dames en heren. Nee, maar goed. Max en Miep maken mooie films, stuur die naar Kok en Dingen, weer Venlo in beeld. En ja, we moeten afsluiten, dames en heren. Het is weer zover. Ik doe de dove tolk en Kok die doet het geweldige gedicht. Kok, aan jou de microfoon. Voor de laatste woord. Ik heb de verkeerde. Dames en heren. Ja, ik heb hem. Oké, daar gaat hij dan. Net als de besmettingen gaat ook de temperatuur weer omhoog, gelukkig. En zitten we met een beetje geluk toch weer snel aan de toog. Ik zie in mijn dromen volle cafés, restaurants en terrassen. Dus als het weer kan, en mag ik hopen dat we er allemaal op passen. Snap ik hem niet? Op het terras passen, dat we er allemaal op passen. Oh! Fijn weekend! Zelfde, hoi hoi! Wat zit hier nou te lullen?